Morgen op deze mooie maandagmorgen, start van een nieuwe week, nieuwe week met nieuwe kansen, nieuwe kansen om jouw dromen de wereld in te zetten, jouw dromen realiteit te maken. Want dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het vandaag in deze livestream hebben over het bedrijf en het leven van jouw dromen ontwerpen. Nou, kan het nog meer cliché dan dit, right? Maar wel een heel belangrijk thema. Dus, wel iets waar we uh, vandaag het over gaan hebben. Waar we op ingaan. En waar ik mijn eigen belangrijkste inzichten. Mijn eigen strategieën en dergelijke. zo goed mogelijk met je ga delen. Zoals we gewend zijn van deze livestreams. Hey Daniel, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Ik ben zelf uh, afgelopen dagen natuurlijk intensief bezig geweest met de spreken met Impact Bootcamp. Dus enorm genoten van deze mooie, prachtige training. De laatste dag wordt aanstaande donderdag. Normaal is deze training altijd vier dagen achter elkaar. Nu hebben we één dag die we echt moesten uh, verschuiven. Dus aanstaande week is, uh, is, is nog de laatste dag van deze prachtige training. Ik heb in ieder geval de afgelopen dagen enorm genoten. Vandaag wordt voor mij gewoon een heerlijke dag. Eventjes lekker, lekker uh, de natuur in, uitrusten, lekker chillen. En uh, dan de komende week weer uh, weer heerlijk genieten van het bouwen van uh, nieuwe trainingen, het bouwen van uh, nieuwe livestreams zoals deze. En alle andere mooie dingen die, uh, die deze week op de planning staan. Dus goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Daniel. Zeg de goedemorgen. En uh, verder zie ik de eerste persoon op Facebook binnenkomen. Het is dus nog rustig verder op deze maandagochtend. Maar dat is helemaal goed. Um, dus waar we gaan het vandaag over hebben, hè? het bedrijf en het leven van jouw dromen ontwerpen. Nou, ik hè, allereerst nogmaals, dit klinkt misschien een beetje cliché hè, als titel van, oh ja, maak je dromen waar en het bedrijf en je leven van je dromen. Alleen waar ik heel sterk in geloof, hè, de filosofie van Stephen Covey, is start with the end in mind, oftewel begin met het einde in gedachten. Zorg ervoor dat je een helder beeld hebt. Van waar wil ik naartoe? Wat is hetgeen wat ik wil creëren? Wat is hetgeen wat ik wil bereiken? Want dat bepaalt namelijk voor een heel groot deel de keuzes en beslissingen die je van dag tot dag maakt. Want kijk, de realiteit is dat je in je onderneming en in je leven, dat je heel vaak overvallen kan worden door allerlei urgente zaken en taken en projecten en dingen. En mensen die iets van je nodig hebben, wat allemaal tussendoor komt. En dat is prima en soms is het ook heel goed om daar juist je aandacht en tijd en energie in te investeren. En tegelijkertijd, op het moment dat je geen helder beeld hebt van hé, hey, dit is waar ik naartoe wil, dan kan het zijn dat je een beetje als een, uh, als een papieren vliegtuigje door de wind wordt meegenomen. En dat je maar van hot naar her gaat. Hè? En dat je eigenlijk met alle verschillende winden meewaait en niet echt een heldere, duidelijke koers hebt. Van hé, hey, dit is waar ik naartoe wil. Dit is wat ik wil creëren. Terwijl op het moment dat je helderheid hebt over hé, hey, wat is nou het bedrijf van mijn leven? Of van mijn dromen? Wat is nou het leven van mijn dromen? Hoe zou ik dit idealiter willen? Eh, dat wil niet zeggen dat je morgen direct dat leven kan leiden. Hoewel in sommige gevallen is dat misschien wel zo. In sommige gevallen is het gewoon dat we onszelf limiteren in onze gedachten. Dat we zeggen, ja maar. Het moet eerst, ik moet eerst dit, deze berg beklommen hebben voordat ik pas echt kan genieten van mijn leven. Heel vaak kunnen we veel eerder genieten en veel eerder iets moois doen hè, en iets moois creëren in ons leven dan we onszelf misschien voorspiegelen. Alleen, hè, tegelijkertijd is het ook een idee van een visie wat je de wereld inzet. In 2013, 2012 had ik een visie. Om een bedrijf te creëren, daardoor veel vrijheid voor mezelf te creëren, daardoor mijn passie de wereld in te kunnen zetten en fulltime te kunnen leven van mijn droom, van mijn passie, van het helpen van andere mensen. In 2013 leek die droom nog heel onrealistisch. Leek het eigenlijk bijna bizar om dat te doen. Alleen vanuit persoonlijke ontwikkeling leerde ik van hé, hey, als je een doel stelt en geloof creëert in dat doel en vervolgens de stappen zet. Die hè, een, een, een strategie modelleert van mensen die het al eerder gedaan hebben, vervolgens de stappen zet die bij die strategie horen. Ja, dan kun je uiteindelijk kun je, je droom daarin waarmaken. Dus goedemorgen Maria, fijn dat je er ook bij bent. Ja, dus dat is wat ik deed. Right? En voor, voor de afgelopen negen jaar in mijn leven ben ik voor een groot deel committed geweest aan dat doel: aan het de wereld inzetten van mijn passie, van mijn dromen, van mijn visie. En natuurlijk is het niet altijd makkelijk geweest. Right? Er zijn honderden obstakels, misschien wel duizenden obstakels onderweg gekomen. Alleen door vast te blijven houden aan die visie kan ik nu wel zeggen dat ik behoorlijk het bedrijf en leven van mijn dromen heb. En natuurlijk zijn er altijd dingen die ik kan blijven bijschaven, maar als ik nu kijk van hé, hey, ik doe waar ik van hou. Ik eh, heb de kans en de eer om honderden, soms duizenden mensen te inspireren met mijn boodschap. Ik kan daar heel goed van leven. En ik heb ook nog de kans om met mensen samen te werken. Right? Ik heb een personal assistant. Ik heb mensen die uh, in mijn bedrijf de marketing uh, regelen. Dus super tof dat ik de kans en de eer heb om dat te mogen doen. Maar dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Uh, het is begonnen met een hele heldere visie van wat wil ik. Dan zou het natuurlijk heel goed kunnen dat je, dat je in die fase al lang zit en dat je al lang bezig bent met het creëren van je droom en het ontwerpen van je droom. Hè? En, Waar deze video, wat ik je voornamelijk wil meegeven in deze video, is houd vast daaraan. En wat bedoel ik daarmee? Kijk, <coughs> vaak weg, dan kunnen we uh, van koers afraken. En dan komt het leven tussendoor. En het leven stelt bepaalde eisen. Het leven zegt, hé, hey, die strategie die jij in gedachten had, daar gaan we mooi niet mee verder. Ik ga je eens wat uitdagingen voor je kiezen geven, zodat je een nieuwe strategie te vinden hebt zodat je te dealen hebt met de situatie die er op dat moment is. En het kan heel goed dat je op dat moment denkt: ja, maar shit, hoe moet ik hier nou weer mee omgaan? Right? En hoe moet ik hier nou met deze uitdagingen gaan dealen? Maar het goede nieuws, op het moment dat je. Um, of het goede nieuws, wat ik vooral wil zeggen. is: hou vast aan die initiële visie. He, laat je niet te veel van koers afbrengen. Ja, je wil flexibel zijn. Je wil met de wind meevaren, je wil ook flexibel zijn en blijven leren. Blijven openstaan voor nieuwe informatie. En jouw aanpak voortdurend bijschaven, voortdurend verbeteren. En tegelijkertijd wil je daarmee niet opgeven, geen concessies doen aan je uiteindelijke visie. Als jouw visie is om de wereld over te reizen en online trainingen te geven, zodat jij overal ter wereld kan leven. En je komt er op een gegeven moment achter van: oh, maar fysieke trainingen zijn toch. Effectiever. Ja, prachtig. Alleen als dat echt jouw visie is, als jouw visie echt is om die vrijheid te creëren, om de wereld over te reizen en je hebt het gevoel, daar word ik echt gelukkig van, maak dan een combinatie en geef tegelijkertijd, zorg dat je in ieder geval blijft bouwen aan dat online stuk, zodat je op een gegeven moment de kans hebt om dat te gaan doen. En het zou heel goed kunnen dat je dan een jaar de wereld over reist en overal komt en online trainingen geeft en alle landen ter wereld bezoekt. En dat je na een jaar zegt van, pff, ik vind het wel mooi geweest. Ik wil gewoon op één plek settelen. Ik heb goede vrienden van mij die dat gedaan hebben. Die hebben gewoon één of twee of drie jaar de wereld rondgereisd. Naast hun onderneming. Wat ze, wat ze eigenlijk digitaal in hun laptop, in hun tas met zich mee hebben genomen. En die na een paar jaar zeggen, nou, ik vind het wel mooi geweest. Ik wil nu gewoon lekker settelen, in één huis wonen. En vanuit daar mijn business verder runnen. En dan is het ook tijd... Om vanaf dan weer opnieuw te ontwerpen. Dan ga je weer bijschaven. Dan ga je weer dingen aanpassen. Dan ga je weer kijken, hé, hey, maar hoe zou ik het dan willen? Ja, en dat is prima. Dat is juist het ontdekken, het, 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 het leven. Alleen als je het nooit gedaan hebt, als je altijd die droom, die fantasie blijft houden van, oh, maar ik zou zo graag de wereld willen rondreizen. Hé, hey, weet je wat? Zet dan eens een strategie in werking om dat te kunnen doen. En zorg ervoor dat je vasthoudt, dat je committeert aan die strategie. Wat jouw droom ook is. Hè? Misschien zeg je van, joh, ik mag geen zin in. Ik blijf lekker in Nederland, ik doe goed lekker. Hè? Ik heb een andere visie. Misschien heb je wel de visie om voor honderden mensen te kunnen spreken. Misschien is dat wel jouw, jouw droomleven. En zorg dan dat je een strategie in werking zet. En dat je de commitment maakt om dat in werking te stellen. Ik had begin dit jaar, had ik bijvoorbeeld de visie... De droom van hé, hey, maar wacht eventjes... Ik spendeer nu ongeveer 6.000, 8.000 euro per maand aan mijn team, aan advertenties en andere onkosten in mijn bedrijf. En ik verdien ongeveer 10.000 euro. Dus mijn visie was: hé, hey, ik hou helemaal niet zoveel over. Hoe kan ik een situatie creëren in mijn bedrijf. waarin ik niet alleen mijn droom kan, kan leven en heel veel mensen kan inspireren. en daarmee een goede omzet kan draaien. maar hoe kan ik ook zorgen dat ik daarmee voor mezelf de vrijheid creëer, genoeg omzet overhaal, of genoeg winst overhaal, om er ook zelf goed van te kunnen leven en vooral ook gewoon iets op te kunnen bouwen. Het was, het was nog niet eens dat ik, er, dat ik het gevoel had van, ah, ik moet er zelf heel goed van kunnen leven, want ik had op zich wel het vertrouwen van, dat komt goed, hè, dat, 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 dat zit ook goed, ik kan heel makkelijk de kosten reduceren en dan kan ik er gelijk al, al prima van leven. Maar mijn visie op dat moment was vooral van, hey, hoe kan ik een beetje de druk van de ketel afhalen? En niet dat het elke keer maximaal presteren is om maar een beetje rond te kunnen komen. Nee, mijn visie was: hey, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik gewoon met veel minder kosten toch dezelfde of meer omzet kan behalen? Nou, toen ben ik veel meer gaan focussen op deze livestreams, op social media, op andere strategieën die me minder geld kosten en hetzelfde uiteindelijk kunnen opleveren. Nou, nu inmiddels een paar maanden later, kan ik met trots zeggen dat mijn kosten veel minder zijn geworden. En mijn omzet eigenlijk alleen maar gegroeid is. Nou, dus met die gap daartussen is in één keer veel meer winst ontstaan... om uiteindelijk te kunnen kiezen, wat wil ik daarmee? Right? Ik ben zelf vrij minimalistisch ingesteld. Right? Dus je ziet mij in mijn kantoortje zitten. De dingen waar ik het aan het zal investeren is waarschijnlijk een betere telefoon... zodat de kwaliteit van mijn livestreams nog beter wordt. Evenementen die ik binnenkort ga, ga organiseren. Hè? Dan kan ik een mooiere zaal huren, dan kan ik toffe dingen neerzetten... Dat ik mensen inhuren om mee samen te werken. Allerlei toffe dingen. Alleen het, het grote voordeel voor mij. is er staat niet zoveel druk op de ketel. Er is gewoon, gewoon omzet over, winst over. waarmee ik kan zeggen: hé, hey, waar wil ik het? Wat is de meest waardevolle investering? Wat ik daarmee kan doen? Wat niet nodig is. Een paar livestreams geleden had ik het over lean ondernemen. Dus je hebt niet zoveel echt nodig. Er zijn een paar kernstukken. Uh, hè, een, een mailinglijst of een aantal uh, hè, een, funnel, een online funnel, wat wel niet nodig is, maar wel vele malen makkelijker maakt om te ondernemen. Um, hè, maar dat is heel lean ondernemen. Dat kan je voor een paar tientjes per maand. Hè, misschien 100 euro per maand, zou je al de meest lean versie van je, um, van je bedrijf kunnen draaien. En vanuit daar is alles wat je vanuit daar investeert, is eigenlijk extra. He, dat is gewoon om het proces nog beter te maken, om uh, nog lekkerder in de stroom zeg maar, mee te kunnen zwemmen en iets moois te creëren. Maar het is niet nodig. Het is niet dat je de druk voor jezelf creëert van: oh, ik moet elke maand 20, 30, 40.000 euro omzetten, anders ga ik failliet. He, en ik ken genoeg ondernemers die in die situatie zitten. Sterker nog, ik heb tientallen ondernemers ontmoet die dan vol trots zeggen: hé, hey, ik doe. Uh, 300.000 uh, 300 euro per maand aan omzet, dus 3 ton per maand omzet, maar ik heb 4 ton kosten elke maand. Nou, dat is een pittige situatie om in te zetten, om elke maand gewoon een ton aan kosten erbij te krijgen of een ton verlies te draaien. Ja? Dus veel liever creëer je een bedrijf waarvan je zegt: hey, ik word er blij van, ik kan gewoon mijn, mijn energie, mijn passie, mijn tijd investeren in datgene waar ik, waar ik blij van word, waar ik gelukkig van word. Ik hou een goede winst over. Waarvan ik kan kiezen. Hey, wil ik er zelf leuke dingen mee doen? Of wil ik het terug investeren om mijn bedrijf verder te laten groeien, meer impact te maken. En andere toffe dingen te doen. En nog meer mensen uiteindelijk te kunnen helpen. Zonder dat het moet. Maar gewoon vanuit, vanuit die visie, vanuit die, die flow. En dit is, dit is mijn voorbeeld. Dus ik ben nu. Ik wil niet mijn visie van hoe je je bedrijf zou moeten leiden op je projecteren. Ik wil gewoon delen van: hé, hey, dit is wat ik begin van dit jaar zag als hé, hey, dit is mijn droom, als het ware. Hè? Dit is voor mij heel belangrijk om het op deze manier meer te gaan doen. En dit is wat ik de afgelopen maanden heb gedaan om die visie de wereld in te zetten. Dan zie ik uh, Maria die zegt: dat past voor mij ook. Nou, dat is fantastisch. Hè? Dus als je merkt: hé, hey, dat resoneert en ik zou ook graag. Uh, meer op deze manier mijn bedrijf willen ontwerpen. Hè? Dat ik gewoon die vrijheid voor mezelf kan creëren. Fantastisch. En misschien zeg je wel, andere mensen zullen zeggen van hé, hey, maar mijn grote droom is om te maximaliseren. Mijn grote droom is om gewoon zo snel mogelijk te groeien. En uiteindelijk de wereld te domineren, als het ware. Dat klinkt, klinkt altijd super creepy. Maar hè, gewoon een bedrijf te bouwen wat zo groot mogelijk is. Wat zoveel mogelijk impact maakt. Zoveel mogelijk. Um, uh, omzet genereert, maar ook zoveel mogelijk mensen helpt met de producten en diensten die ik heb. En misschien ben je wel gewoon zo, heb je gewoon zoveel liefde voor het proces van het ondernemen en het spel eigenlijk van het laten groeien van je bedrijf en de uitdagingen oplossen en de problemen oplossen en de mensen helpen, dat je zegt: hé, hey, ik wil gewoon gaan maximaliseren. Ik wil gewoon een groot team creëren. Ik wil uh, naar, naar, naar de big game toe gaan. Dat is ook goed. Als dat jouw droom is, dan zeg je, hé, hey, dan ga ik daarvoor, dan ga ik al in om dat te creëren. En dat is ook fantastisch. Alleen dat vergt waarschijnlijk een hele andere strategie. Dus van het begin af aan heb je dan een heel ander plan te trekken en hele andere keuzes te maken om, uh, om dat bedrijf te creëren. Dat is veel meer, zou je waarschijnlijk veel meer uren investeren. Maar zou je ook veel meer geld gaan investeren? Misschien dat je wel met externe investeerders werkt. En gewoon een, 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 een smak aan geld leent. Om te kunnen groeien. Hè? Om op te kunnen bouwen. Of wat dan ook jouw strategie daarin is. Dat is ook prima. Right? Als dat voelt als hé, hey, maar dat is mijn pad. Vind iemand anders die daar al een aantal stappen verder is. Dan dat je zelf bent. Modelleer wat die andere persoon doet. En zorg dat je die strategie zo effectief en helder mogelijk de wereld inzet. Natuurlijk niet. Hè? Dus ik ben zelf altijd een voorstander van. Ga het eerst maar eens testen voordat je tonnen gaat investeren en hele uh, mooie dingen gaat doen. Hè? Ga het eerst maar eens op kleine schaal testen. Zodat je weet. Hey, ik heb een systeem gebouwd wat rendabel is. Hè? Elke 2 euro die ik investeer. Of elke euro die ik investeer, krijg ik 2, 3, 4, 5 euro terug. Vanaf dat punt kun je echt zeggen. hé, hey, ik ga langzaam maar zeker schalen. Om het steeds groter te maken en te kijken hoe ik steeds meer. Mensen kan bereiken. Dus hè, wat is jouw bedrijf van je dromen? En wat is jouw leven van je dromen? Hoe zou jij het idealiter voor je zien? En de uitdaging is vervolgens om te zeggen: Weet je wat, ik ga de komende jaren ga ik daaraan werken. Ga ik eraan werken en de visie neerzetten om dat de wereld in te zetten. En het zal niet dat het makkelijk zijn, je zal voldoende uitdagingen onderweg tegenkomen. Dat is ook wat je sterker maakt als mens. Hè? Dat is. De, de, de uitdagingen die ik de afgelopen negen jaar heb meegemaakt, hebben me eigenlijk het meest waardevolle cadeau ooit gegeven, namelijk mijn persoonlijke ontwikkeling, hè, de versterking van mij als persoon. Het feit dat ik nu praktisch alle uitdagingen voor mijn gevoel kan tegenkomen. En daar kan bij kan blijven. Gewoon zoiets kan hebben, oké, okay, weet je wat, we vinden wel een manier, want we hebben al honderden keren eerder een manier gevonden om het op te lossen. Right? Dus. Ik geloof dat dat uiteindelijk de grootste beloning is. De grootste beloning is de overwinning op jezelf, die je dag tot dag creëert door dit spel aan te gaan, door deze uitdagingen aan te gaan. Alleen het is tegelijkertijd wel lekker om ook iets te hebben om naartoe te werken en ook een externe beloning te hebben die voor jezelf gecreëerd wordt. Het is vandaar dat we ook zo'n extern doel willen stellen. En tegelijkertijd ook willen genieten van het proces. He, laat je niet gek maken door het bedrijf van je dromen waar je over vijf jaar ooit het leven van je dromen leidt. Nee, leef het leven van je dromen nu. He, laat je niet weer houden door oh maar er is nog niet genoeg omzet of oh maar dit of oh maar dat. Nee, zorg ervoor dat je he, werk hard en eh, work hard play hard. He, he, dus zorg er ook voor. Mocht je weinig budget hebben of zeggen van, nou, ik investeer alles wat ik heb, elke rode cent gaat op dit moment in mijn bedrijf. Super, right? En wees dan creatief in je persoonlijke leven. Hoe kan ik creatief toch leuke dingen doen? Hoe kan ik creatief toch genieten? Neem eens een dekentje mee, ga eens ergens in een park zitten en neem je lunch mee en ga er lekker picknicken. Het right? kost niks, maar het is alsnog een leuke manier om je leven te leiden. Nou, dus ik geloof echt, ondernemen hoeft geen leidersweg te zijn. Het leven geeft je al genoeg uitdagingen. Het leven gooit al genoeg problemen op je pad. Zorg ervoor dat jij al ingaat, committed bent om je dromen te realiseren. En geniet ook vooral van het proces. Zorg ervoor dat je leuke, creatieve dingen doet om meer te kunnen genieten. Dus wings by Angela zegt: Goedemorgen lieve Pim, make it a great week. Absoluut, ook voor jou natuurlijk. Make it a great week. En uh, Joost, ook een goede morgen. Merka, goede morgen. Sylvia de Vries, goede morgen. Jentels, goede morgen. Marion Pijnenburg, goede morgen. En geluksvogel 2018, goede morgen. En Johan Vuurde, ook een hele goede morgen. En Missers Asia, ook een hele goede morgen. De mensen uiteraard die via YouTube en Facebook meekijken, ook voor jullie. Goedemorgen, tof dat jullie erbij waren vandaag, deze ochtend. Ik wens jullie allemaal een prachtige week deze week. Zorg ervoor dat je ervan geniet. Ook aanstaande dinsdag, dus morgen alweer, hebben we de online training over hoe je meer winst uit je website haalt. De link daarvoor vind je in de beschrijving. Um, ik heb de afgelopen dagen was ik druk bij de bootcamp. Ik heb Maarten inmiddels niet gesproken, dus ik weet niet of de 50 tickets al uitverkocht zijn. Maar als er nog tickets beschikbaar zijn, check gewoon eventjes de link, zolang je nog kan bestellen. Zullen er tickets beschikbaar zijn? Dus uh, ik kijk er heel erg naar uit. Hè. Je gaat tijdens die training ga je leren over hoe je meer winst uit je website haalt, hoe je je website voor je kan laten werken, hoe je kan zorgen dat je 20 tot 30 uur per week bespaart aan overbodige taken die je website voor je uit handen kan nemen en een aantal andere toffe dingen. Dus uh, ik ga zelf ook heel erg genieten van de training morgen. Ik kijk er naar uit om je daar te zien. En uh, via Instagram vind je de tickets in mijn profielbeschrijving. Via Facebook, YouTube, LinkedIn vind je de tickets. Um, of he, link linkje naar de pagina, vind je in de beschrijving hierboven of hieronder. Dus, een geluksvogel 2018 zegt hij. Pim, goeie week en dank weer voor deze uh, inspiratie. Uh, groet Aline, ook voor jou een hele goede week. Daniel zegt ook voor jou een hele goede week. En wie weet tot morgen. Yes, wie weet, Daniel. Zou het tof zijn als het lukt om erbij te zijn. Dan zien we elkaar morgen om half acht. All right. Sowieso zien we elkaar morgenochtend weer. Geniet van je dag. En we zien elkaar snel. Bij deze. Ciao, ciao.